Mijn naam is Yvette, beter bekend als Euphorios, dat is mijn artiestennaam. Ik ben 17 jaar oud en ik zing rap en ik heb vandaag een optreden gedaan. Je noemt jezelf de man, maar elke man kan geen tijd maken voor zijn eigen wifi. Mijn middelnaam is Ofori en daarvan komt Euphorios. Ik heb er eigenlijk lang over nagedacht en uiteindelijk ja, gewoon Euphorios kwam eruit. Ik keek elke morgens keek ik naar TMF en ik zag Rihanna en Beyoncé en ik dacht bij mezelf van, dat wil ik ook doen. Ik schrijf over alles wat ik voel of situaties dat mijn vrienden meemaken. Gewoon alles wat ik voel schrijf ik gewoon neer op pen en papier. Alle liedjes schrijf ik ook zelf, alle liedjes die ik heb ik ook allemaal zelf geschreven. Ik heb appreciatie gegeven aan alles. R&B. Als eerst en dan is dat hip-hop worden, reggae, jazz, blues, R&B is zo. Ja, dat is niet genoeg om mijn genre te beschrijven. Ik zie het meer groter. Ik heb meegedaan aan de nieuwe lichting van Brussel. Ik zat bij de 60 geselecteerden. En ja, voor mij was het eigenlijk wel een leuke ervaring. Ik had zelfs niet verwacht dat ik bij de 60 ging horen. Dus ja, dat was echt wel een eer. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat wil je graag nog bereiken binnen een jaar of zo? Een grote fanbase. En dat mensen weten wie Euphorios is. Gewoon dat mijn muziek echt wel naar buiten komt. Meer. Dat het meer waardering krijgt. Laat me maar gaan. Voor jou blijf ik precies niet meer bestaan. Vraag jij je af waar je bent vaak gegaan?